Op het podium van het Oude Luxor praat festivaldirecteur Rutger Wolfson met Pussy Riot. In het publiek bezoekers met verschillende redenen om dat mee te willen maken. Ik kom natuurlijk een beetje sensatiebelust af op dit interview. Ja. En ik heb een eerdere documentaire gezien over Pussy Riot en dat vond ik wel interessant. I'm coming from Ukraine, so I'm a Ukrainian journalist, so for me it's interesting to see how they were actually fighting against the political regime of Putin. De dames zijn hier om hun film Pussy versus Putin te promoten. In de film zien we hoe Pussy Riot vergadert en acties en optredens voorbereidt. Ten slotte komen ze in de cel terecht na hun protest tegen de herverkiezing van president Poetin. It's not about our personalities, it's about action. And I'm not regret about actions. No. You're proud? I think we've done what we've done and it's probably we can it's fate. Do it better, but yes, but it could be better. We will work on it. Okay. De stad Rotterdam hebben ze nog niet gezien, maar ze zijn, u begrijpt het al, natuurlijk onder de indruk. I'm a fan of modern architecture. So yes. You're at the right place. I'm from a very small industrial city in north of Russia. I want my town to convert in something like that, which I've seen here. Een optreden zat er vanmiddag niet in, dat gaat vanavond gebeuren.